De veiligheidsdiensten in Suriname staan nog steeds op scherp sinds de Facebook-dreiging van 24 mei. De veiligheidsmaatregelen die meteen zijn genomen gelden nog steeds, zegt luitenant-kolonel Danielle Veira van de dienst Nationale Veiligheid aan het Nationaal Informatieinstituut. In deze dreiging vraagt een vermoedelijk lid van de ISIS om twee andere leden die sinds vorig jaar zijn aangehouden vrij te laten. Indien dit niet gebeurt, zullen Surinamers gedood worden. Onder andere gold de dreiging vooral voor onderwijsinstituten en Santa Boma. Luitenant-kolonel Veira gaat nader in op de veiligheidsmaatregelen. En wij hebben de nodige screeningen gedaan, dat heeft de bomsquad gedaan. De gebieden zijn tot op dit moment helemaal veilig en ik denk dat we dat ook zo zullen houden. De mensen zullen in de gebieden die genoemd zijn in de FB-pagina, daar zullen zij zichtbare politiebeveiliging zien. Maar men mag ook weten dat wij ook onzichtbaar aanwezig zijn. En wij denken niet alleen maar aan die plekken, maar er zijn nog zoveel andere plaatsen in Suriname die wij als strategisch zien, waar wij voor zorgen dat er een verhoogde surveillance is. Ik moet zeggen dat ik heel erg trots ben op onze samenleving. Natuurlijk, in het begin is ieder in paniek geraakt. Maar nadat de regering uitgekomen is met het bericht en een beroep heeft gedaan op de samenleving, hebben we mogen merken dat het heel erg rustig is. De mensen hebben hun kinderen naar school gestuurd. Sommige scholen hebben uit voorzorgmaatregelen de school gesloten. En daar hebben we ook wel begrip voor. Maar zoals wij hebben gereageerd als samenleving om de rust te bewaren en elkaar de moed in te spreken, moet ik zeggen, een pluimpje voor ons allemaal. Veira zegt verder dat elke bedreiging aan het adres van het Surinaams volk altijd serieus wordt genomen. Ze vinden dat sociale media niet moet worden gebruikt om onrust te zaaien in de gemeenschap. Ik wil de mensen adviseren. Social media is een heel positief ding. Je krijgt er zoveel informatie mee. Maar je kan er ook iets dat goed is, kan je ook gebruiken ten kwade. En we zien dus nu wat het allemaal veroorzaakt heeft binnen één dag in Suriname. En dan vraag je af, voor een lachertje of om een beetje angst aan te jagen, is het het waard om je hele land in zo'n situatie te brengen waarbij mensen niet naar school kunnen gaan, mensen angstig zijn? Het is het niet waard. Dus de manier waarop je omgaat met sociale media is om je te verrijken en niet om je te verarmen. Met negatieve informatie te verspreiden en tot je te nemen. Het moment dat je zou merken dat het op je page voorkomt, dat mensen negatieve informatie doorgeven, is het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, bevlekking van jezelf. Dus kies er ook wel voor, ook als persoon, om je te voeden met het positieve en niet met het negatieve. Luitenant-kolonel Danielle Veira van de dienst Nationale Veiligheid tegenover het Nationaal Informatieinstituut over de maatregelen die zijn genomen na de Facebook-dreiging van 24 mei.